Goedemorgen, broeders en zusters in de Heer, op deze laatste divine van dinsdag van de tweede week van Advent. En we zijn in de derde dag van deze tweede week, dus we moeten lopen en om ons te voor te bereiden. Niet alleen ons huis en niet alleen cadeautjes, maar ons hart ook, onze ziel om onze innerlijk huis heel mooi en heel schoon wordt bereiden om de Heer te verwelkomen in ons leven. En vandaar artikel 385. Jezus heeft in voorliefde voor de armen. De blijde boodschap moet verkondigd worden aan de armen. Dit is het woord dat Jezus zelf heeft aan de gezanten van Johannes de Doper. De blijde boodschap, het evangelie, wordt verkondigd aan de armen. De Heilige Geest is de vader van de armen. En onze christelijke blik moet zijn als die van Christus. Onmiddellijk en in de eerste plaats geboeid door alle vormen van materiële, morele, affectieve en geestelijke armoede. De armste is als een beschikbare en open beker. De Heilige Geest zoekt plaatsen waar hij kan rusten. De Heilige Geest zoekt plaatsen waar hij kan rusten. En als de armen deze open en beschikbare beker zijn, dan gaat de Heilige Geest daar rusten, natuurlijk. En we kunnen niet alleen onze blik beperken in één soort van armoede. We hebben verschillende, zoals we hebben hier gezegd, morele, affectieve, geestelijke en materiële armoede. Maar de mensen die kwetsbaar zijn, zijn ook heel open, innerlijk heel open om het evangelie te ontvangen. En daarom hebben wij ook een grote vreugde als wij kunnen de armen helpen, materiële, maar ook geestelijk. Uit de profeet Jesaja: troost, troost toch mijn staat, zegt uw God. Spreek Jeruzalem moed in. Roep haar toe, dat haar strafstijd voorbij is. Dat haar ongerechtigheid verheven is. Dat zij van Gods hand haar zonde dubbel betaald heeft gekregen. Een stem roept: ban de Heer een weg in de septe, even voor onze God en herban in de woestijn. Elk dal moet vervuld, elk berg en heuvel geslecht worden. Alle onevenheden moeten vlak, de rotsmassa's in vallei worden. En verschijnen zal de glorie des Heren, en alle vlees zal daarvan getuigen zijn. De mond des Heren heeft het gezegd. Een stem spreekt, roep, en ik vraag, wat moet ik roepen? Alle vlees is als gras, en al zijn glorie als een bloem op het veld. Het gras verordent, de bloem verwelkt, zodra een hete wind erover blaast. Het gras zijn de mensen, het gras verdort, de bloemen verwelkt. Maar het woord van onze God houdt eeuwig stand. Beklim de hoogste berg, hei Sion, vreugde bode. Verhef krachtig uw stem, Jeruzalem, vreugde gezant. Verkondig het luid, ken geen vrees.
roep tot de steden van Juda. Uw God is opkomst. Zie, God de Heer komt met kracht. Zijn armen voert de heerschappij. Zijn loon komt met hem mee. Zijn beloning gaat voor hem uit. Als een herder zal hij zijn schapen weiden en zijn armen ze samenbrengen. De lammeren dragen tegen zijn buzam, de schapen met zachte hand geleden. Woord van de Heer, wij danken God. Een groot profetie van verzoening, van troost, vooral van troost. Troost, troost, toch mijn stad. En de Heer had Jeruzalem vertroosten en verheven. Dan had Jeruzalem ook deze bezoek van de Heer ontvangen. Maar Jeruzalem moet ook een bekering ondergaan. En al deze beelden van bergen, heuvels, onevenheden die moet vlak zijn, zijn alle dingen die moeten gebeuren. Dat Jeruzalem moet zich bekeren, het volk moet zich bekeren, om de glorie van de Heer te zien. Vers 5. En verschenen zal de glorie des Heren, en alle vlees zal daarvan getuigen zijn. De mond des Heren heeft het gezegd. En dus, Jeruzalem had deze bezoek van de Heer ontvangen, maar moet ook zich bekeren. En daarna ook deze vreugde, deze bom van vreugde ontvangen van de komst van de Heer. Vanaf vers 9 tot en met 11 zien wij de vreugde van Jeruzalem. God had de Jeruzalem bezoeken en had hem belonen. Maar Jeruzalem is ook deze beeld van onze ziel. Om de vreugde, de ware vreugde van de Heer te ontvangen, moeten wij zien wat we moeten laten in welk punt moeten wij vooruit gaan maken in wat de Heer voor ons vraagt. En dan pas zullen wij de glorie van de Heer aanschouwen en diepe vreugde ervaren. Maar we moeten ook ons beschouwen als deze arme ziel die de glorie van de Heer, de zijn genade van de Heer nodig heeft. Maar de Heer kan alleen komen als wij beschikbaar zijn, open zijn voor hem. Psalm 96. Zingt voor de Heer een nieuw gezang. Zingt voor de Heer alle landen. Zingt voor hem. Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn naam. Verkondigt zijn heil alle dagen. Meld aan de naties zijn heerlijkheid. Zijn wonderen daden aan alle volken. Beheeft voor de Heer alle mensen op aarde. De wolken bestuurt hij met billijkheid. Dan straalt de hemel en jubelt de aarde. De zee neuriet mee met al wat daar leeft. De velden zwaaien met al hun gewassen. De wold reizen buigen hun kruin. Zij juichen de Heer toe omdat zij komt. Hij komt als koning der aarde. Rechtvaardig zal hij de wereld regeren, de volkeren eerlijk en trouw. Uit het Heilige Evangelie volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: wat doet u? Wanneer een man 100 schapen heeft en een daarvan verdwaalt, zal hij dan niet de 99 in de bergen alleen laten om op zoek te gaan naar het verdwaalde? En gelukt het hem
dat te vinden, vooraar ik zeg u. Dan zal hij over dat ene meer verheugd zijn dan over de 99 die niet verdwaald waren. En ook wil uw hemels ook, zo ook wil uw hemelse vader niet dat een van deze kleine verloren gaat. Woord van de Heer. Wij danken God. Ja, wij kunnen hier denken dat deze herder is blij met één schaap dan de grote groep van 99 schapen. Maar is dat de boodschap niet? De Heer wil dat iedereen verlost worden, gered worden. Hij is blij met de 99 schapen. Maar als hij nog één kan redden, is een blijdschap, is een vreugde, een groot vreugde. Van binnenuit had de herder blij zijn, omdat hij nog een schaap heeft gered. Natuurlijk is hij blij met de 99, maar dat deze schaap was verloren. En is het dezelfde met de Heer. Hij wil dat iedereen, alle kleinen, alle schapen, gered mag worden. En hij gaat dat doen met de komst van zijn zoon, van zijn enige zoon, Jezus Christus, op Kerstmis. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.